Ik hol veur pakken van de kar af. Ja. Maar nou duvelt kar achterover. Nee. Ja. Toen dikke. Pik even mijn trekker aan of zo. Laat me eens los daar. Hes hem? Nee, hapa. Oh, doe. Au, joh. Au. Au. Wat is doe? Treft die hele kar onder me voor. Ja, maar de, ik riep pak in mijn nek. Ja, sorry. Zet anders hem in de reactie van, oh ja, deze maar, please. Oh. Ja, ook al zeg je van, nee, we gaan een Ricky veel, wij willen hierin. Of tenminste, ik wil zeurs ook hierin. Oh, ja! Oh, lekker pennis. Ik ben hem aan het opnemen, ja? Ja. Zit je ook aan de pennis? Ik zit ook aan de pennis. En how is your size of p***s? My size is very satisfying. how big is your size? 260 megabytes. Nice. 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 Green River, jongens, we gaan Green River even bekijken. Dit is even een filmpje. We gaan Ricky film nog wel even afmaken, Ko, toch? Ja, zeker. Ja, vanochtend hebben we een kloor. Nee, we gaan vanochtend even op Green River kijken. Dat wordt gewoon een tussendeur filmpje. En dan gaan we nog een volle aflevering Ricky film doen. Waar we dan uitscheiden, want ik vind dit heerlijk een mooie map. Super simpel te downloaden, staat gewoon in de modhub, dames en heren. Check de modhub, nieuwe kaart, Green River 2019. Zou wel weer van dezelfde jongens van de NLD Farmers weten, waarschijnlijk. Geniet ervan, mooi map. Hij is praktisch hetzelfde toen wij hem ook in 17 speelden. Ja, mooi. Maar dat was echt, ja, ik vind het mooi. Een beetje Grunning, een beetje Nederlands, een beetje ja, herkenbare map. Die waslijn met die vrouw, met die wasknibbers. Ja. En ik had het enige wat ik kocht heb, ik heb 3 miljoen op konto. Ja. Ik heb 4 stukken land en daar gaan we mee doen. En ik wil niet te dikke machines dit keer. Oh? Niet meer eens. Nee. Nee. Oh. Ik heb een Tucano Klaas Combine kocht. Ja. En Fiat 1300, die hebben we ook nog nooit eerder in de game gehad. Via 1300 Treer met enorme Michelins van Kuurbulder, hè? Oh ja. En door ben ik nou even de tarwe aan knip. Dus zover was ik. Meer ben heb ik nog niet al. En ik heb een stuk land gekocht. Dat is landnummer. Ja. Landnummer, wat is van ons? Nee, alleen nog 15, 26 en 33. En verder heb ik de boerderij Heemstee gekocht. En waar de schoten ben en waar de zwinnen ben. Bij hem zelf geen gebouwen meer maken. We kunnen zo ons nestelen. En dat vind ik ook wel een keer mooi. En aan de moeil zelf bedenken. Nou is alles al klaar. En mensen die mij op Facebook tipt hebben bedankt. Tegen terug ook bedankt. Want die appte mij van jongen, Green River is uit. Gewoon hem kijken. Dus bij deze gaan we hier hem kijken. Zo. Ja. Dus we gaan even Green River aan de lopen. Ja, ik kan erbij. Toppie. Aardbei. Kom erbij. Oh, mooi, want ik heb alle mods erin gezet. Dus alle mods die ik heb, kun je toen gewoon accepteren. Mooi. Super. Ik ben er. Nou, toppie. Moet u even direct even in de boerderij zetten? Ja. Moet u even in de boerderij zitten, hoor? Ja, dat doe ik. Ik zit er al bij. Nou, ik ga bezig. Goed bezig doe. Ik ga ook hem. Ik ga hem rondsneuken. Hier, hier mooi. Via. Oh, we hem niet meer. Nee, dat was het. Kijk maar even rond. Gewoon even knip. Vies mooi? Ja. Want er bent meer dan tipte mij hierover. Nou, ik denk dat moeder erin, toch? Zo is dat. Gewoon in de mod van de game. Je kunt hem downloaden, staat bij de mods. Dat vind ik ook een voordeel, dat een map die wij kiezen ook in de modhub staat, want dat scheelt voor heel veel mensen. Ik kan met eerappels inblikken. En ik wil eigenlijk niet te dikke machine.
Nee, is goed. Oh, hier is dit ook van ons. Wat heb ik kort gekregen met van ons? Ik heb een beetje verdeeld over de map. 33, 26, 15 en... En voor... Oh ja, die houtjes. Die gebouwd, ja juist. Ik ken niet van die pennen zo, Blimco. Ik ook niet. Ik ben er helemaal gek op. Ik ben er zo gek op. Ik ook. Zullen we dit in pakken doen? Zullen we met pakken aan de gang? Voor de verandering? Ja, laten we dat maar doen. Nou, dan wil ik echt eens een keer die Klaaspers zien. Ja? Ja. Kun je het regelen trekken dat je met een Klaaspers? Hoeveel pyjama's of dat? Dan moet hem kijken naar die pers. Welke bus toe? De ronde of de? De vierkante Klaaspers. Niet slecht. Hoeveel pyjama's of dat? 230. Dat vertrekken, maar die eigenlijk is op de 10 chandelier deur. Dat is ook vrij goedkoop, zeg ik niet. Ja, wat kost die? 60 duizend man. Oh. Is dat is wel warm, niet? Ja. 72 duizend kosten. Wat voor alle andere banden onder dan? Ja. In de motor, hè. En ik moet even voor de Tucano even een zonneblompjes back koop. Ja. Oh, mooi man, wat een feest der herkenning dit. High kill. Lichte kleur. Goed zo. Ook spullen netjes benzen, we moeten hem netjes en waar. Gewoon serieus doen dit. Ja, proberen. Ja, ja, doe maar. Dat lukt niet. Nee, dat weet ik nou wel. Ja. Wat, man, Greet die lacht al. Goed al. We zijn zo altijd verrekte serieus. Oeh, verdikken, nou zie ik hier al een verkeerde kamer vangen. Hoi. Hey, wie Martel is hier ook? Ook alweer? Oh, bliksem, ik ben bij de glaasje. Maar dan ga naar maar roze. Je moet eerst wel even inkomen op die map hoor. Meestal, ik, alsof ik er niet weg ben west. Zweer ik die? Zweer ze mee? Zweer ik die. Kan ik hier er ook niet? Ja. Oh, die stuurt eruit van die paars, maar een beetje kalimibraaier worden. Kalimibraaier? Voor bis in de vrede. Oh, vlak bij mij. Ja. Ik is dat verkeerd of iets, hè? Nee. Oh ja, hier zit er. Oh, dat is net een fietspad, kiel. Ken ik hier wel overheen, die open brug? Probeer. Hij kroopt en gaat er weer plak nu door. Nou, ik zet hem helemaal werken, dan kan ik even de Fiat even thuis brengen. Maar, hoe was de, Wat? Die pak over hem, ja. Over hem? Ja. Verloren. Oké. Toch? Ja. I'm real. Poep, ik loop een chocopenne. Oh, ik denk dat het schiet even op. Nee. Worden die chocopenne? Oh jongen, die gaat straks melken met die. Oh door, ik heb hem. Kleine zwartjes. Ja. Ik kan niet haken. Blijf even staan. Ik wil er even screenshot van hem. Oh, screenshot van hem. Oh. Ja? Nee. Pak ik nog een beetje nootjes. Van de duifjes en van de pinners. Mijn promotiepakjes waar ik allemaal van de duifjes heb gekregen. Ja. Mooi per. Vies. Toen de tijd waren er toch wel stevige perren, hoor. Dus had er een vliegwiel in. Oh. Niet tussen. Dit is toch zo'n 3000, of niet? Oh, 5300, dat is wel weer nieuwer. Ja, jongen, dat is net een nieuw ding. Hoe hard er is te winnen? Ja. Nou, netjes, toch?
Ik breng even de tarwe naar de silo. Die silo staat verderop, hè? Niet bij de koeien. Oké. Kijk zomaar in mijn koor waar ik ben. Dat is niks door. Ik kan het ook even zien waar die silo is. Oh, hier. Jongen, jongen. Dan moet ik hier zijn bochten krijgen. Ik vind het mooi. Ja? Ja. Mooi? Ja. Ik heb een aas. Dat is toch een mooi maat? Ik vind dit mooi. Ja. Mooi vlak. Ja, dat sowieso. Redelijk helpen vriendelijk. Ja. Dus ja. Alleen nog een slechte stroom op links. Ja, dat is wel. Een zwartje keer de vloer ook mee vult, man. Oh, wacht. Er is nog bij hem een heel geinig autolord geworden voor mij. Maar wist u allemaal weer een koop? Spul. Ja, dat dacht ik wel. Het liedje aan iets anders moeten verzinnen. Kouwen zijn twaak en emuzies en shotten. Nou, ik ken me goed herinneren dat ik hier wil. Was toch serieus aan het KPA. Ja, maar ik word zo langzaam aan het maar lessies. Wat is er weer verkocht aan? Niks. Min, wat is er gekocht aan? Een trekker met een wagen om die pakken te halen. Oh, zo. Nou, voor 57.000, een compleet setje met veurloader en spies en wagen. Waarom veurloader als hem nooit bruikt neer? Die ga ik wel bruiken. Ja? Ja. Dat wil met maar. Nou, hij is met maar. Ik leeuw er niks van. Oh, ik heb mijn mond ook vol. Goeie god. Hoeveel pakken heeft liggen dan? 10. 10. 5, 6, 7, 8. Bliksem. Die moet je wel kraap kunnen draaien, nou. Ik zie jou nou al één heel groot probleem hebben, Muus. Dat is. Loodsen te meer. Nou al. Ja. Ik ben nog maar een half uur een keer aanwezig. Ik weet nou al dat dat een grootsaardig is probleem wordt. Moet het land bij die ook ploeg worden? Ja. Ja? Het land moet ploeg worden, ja, maar geen kalk. Oké, en wat voor ploeg moet hem? Ja, een ploeg, geen agricent. Nee, daarom, ja. Zoveel ploegen hebben we er niet in. Ja, dan moet, is die Venel aan het raar? Nee. Een vijfskaar, maar is dat nou mooi? Hoeveel pk moet er voor 150 pk? Nou, ik kan het jonderen net voor vijfskaar. Ik weet niks. Wat is niks? Ja, die agromas. Wat is er nog meer voor merkspul dan? Lemken, maar dat is een... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schaar. Oké. Mijn trekkertje is wat te licht voor pa'is. Ik koop best wel die vies hier. Ja. Agromas? Ja. Dan moet ik eerst kijken waar die winkel weer is. Oh, dat wist toch niet, hè? Nee. Ik snap dat niet. We hebben hier zoveel west. Ja, dat mag, jongen, maar... Goeie, daar heb ik... Bijzonder. Ja jongen, je moet het eerst even weer visualiseren. Visualiseren? Waarom wel? Hek moet op. Visualiseren? Hebben wij hier in die bocht toen ook die strooppakken erin duveld? Ja. Dat lussen stro en zo. Ja. Er stond een dam maken en dan wilden we doorlaars. Juist. En... Ja, ik heb hem. Ik begon weer een stekje van de film terug te vinden. Waarom knip ze dat ene houtje er niet gelijk helemaal af, hè? Dat doet die werker. Oh, doet die werker dat?
Ja, kijk toch wat ik aan het doen ben dan. Ja, pak me laaien. Dat mooi toch? Niks mis. Ik doe wel met de auto lopen, maar ik doe met de vuurloop, dan breng ik het naar elkaar toe. Vist ik? Oké. Okay. Ja, goed bezig. Nou, toch 14 pakken, hè? 14? Ja, ik heb al 12 straks hierop zitten. Oké. Okay. En dan liggen nog 2 leuven. Ja hoor, 14 pakken. Juist. Ja, hier ligt ook nog één. Hier ligt ook nog één. Ja? Ja, hier begon. Is dat niet eruit gekregen? Oh, hier ligt nog 3. Dus helemaal, oh, dat kan ik toch niet in met een vullorde pakken. Dus, Oh, chips, ik moet de trekker pakken. Dat is de keeper. Maar hij is zwaailand, maar. Oh. Hoe is die trekker ook nog aanstaan, hè? De Fiat. Ja, waarom? Nou, accu niet al te. Accu niet al te fris. Nee, dus ik denk even Bilarie. Kijk of ik 3 pakken tegelijk tillen kan, denk ik niet. Dan moet die plauw erin achter hem. Plauw? Oh, dan begonnen van achter te hotje. Ja. Oh, die combine nee. Had ook zijn soort wel kwijt. Dit tilde niet. Wat voor trekker heb je gekocht dan? Die kleine steier. Waarom nou weer een steier dan? Dat is mooi. Ik hol hem een. Om een gewichtje op. Ja. Ik hoop ik heb een dikke Nieuw-Holland. Fort. Geen Nieuw-Holland. Waarom dat aan? Ik wil old spul. Oh, dat is een leukje steiertje. Ja, die oudje. Oh, niet zo'n terras ja. Of zo. Oh, nee, die 80-90. Oh, die. Die 10-0. Ja, juist die. Die. Zeg dat dan. Gewoon leuk, gewoon oud. Gewoon... Leuk. Ja, toch. Ja. Ik mag je wel een beste gewicht achterin, want dan ga je het mis. Ik gooi de strookpak in mijn kant, jongen. Maar die ligt niet precies in het pad. Remke, gewichtie. Wat voor gewichtie. Of moet ook een kop hangen met een dag? Ik ken er ook achter, hè? Ja, klopt. 4 meter secuur? Ja, dat is goed. Dat moet kennen niet, baas. Ja, koop ik alleen die kopberg. En de zaaimachine daar? Ja, dat ken wel allemaal. Maar dit moet ik wel met hem allemaal, hè? Ja, maar dat moet met mijn steiertje allemaal met. Hoe dan? Babaan, noem je zo. Hier werkt ook weer zo'n monteur die de krik weer buiten staan heeft. Nee! Ja. Een rum die rampelt er al. Dat kijk niet bij, hè? Kijk eens, een hele barrel mee toe. Aha. Zeker. Ik heb dingen wat de brede banden niet zo'n deer. Hij loopt niet mooi de vurg, hè? Oh. Bist er weer een platra? Ja. Maar we zijn wel met mijn plauken, hè? Denk ik. Maar dat geeft niks. Want er is ook wel ander land wat alweer gereed is om te bewerken. Kijk eens, even 3 pakjes op vuurloader. Ga bezig doen. Dan zal ik het in de schuur zetten of gewoon hier buiten op zo'n mooi inhammetje. Dat is beter. Ik wil niet de hele tijd vocht rennen. Nee, maar dat zakt er niet in vocht, joh. Ja. Dat ik het allemaal een zeiltje, jongen. Dat is goed. Moest even een stuk plastic. Ja. Dan nou ook hem op met eten, man. Ja, doe koust weer de hele op, man. Oh, zo lekker, hè? Snap ik. Begrijp ik. Heerlijk. Is het nog een nat uit? Is het oké okay als ik even de tijgernoot promoot? Niks meer. Ik had de achterste pak moeten pakken. Co, help me. Wat is er? Ik hol veur pakken van de kar af. Ja. Maar nou duvelt de kar achterover. Nee. Ja. Toen doe dikke. Pik even mijn trekker aan of zo. Laat me eens los daar. Hessen?
Nee, je hebt haar ogen. Doe! Oeh! Auw, joh! Auw! Auw! Wat is dit? Trept die hele kaart onder mij voor? Ja, maar... De... Ik liep pak in mijn nek. Ja, sorry. Hoi! Ben ik zo mooi bezig. Ja, maar dan moest dat niet zo al begeren wij met die gelijk met die twee paak. Drie. Zet zo de boomse loog een beetje getrapt erop. Ja, maar dan loopt het wodder er mooi af. Ja, heel goed. Nou, doe de rest die wel even weer. Jawel. Het is toch weer een mooie bende van Mark. En bedankt. Ik? Nou, doe gooi dus die kaart onder mijn paken voor. En dan ja, ga je door die ogen. Wie gooit een pak in mijn nek, kouwnavel? Ja, nee, om dus toe die kaart bewoog ze. Nee. Wel ze. Nieders. Wel eens. Nieders. Nieders. Wij aan die silo bij Twenna stonden, hè, zes toe. Nee. Ja, ja, wel, sorry. Wel. Nee. Ja. Ja. Wat is nou dan? Ja. Gloeiende, gloeiende kagelponus kagel. Maar die vier, die redden ook niet aan, hè. Maar dat geeft ja, niks. Jongen, dit is relax. Jongen, gas geven. Wat is toen die ene pak in kwak diet, hè? Puur. Dit is de... Waar? Wordt die trekker een plaukenis door zo? Door angst. Hier toch niet? Dan is die pak van de pers op, nou, duvel. Oh nee, die ligt in de Tingers boerderijschuur aan nou. In het raamke. Ik kom er zo aan. Ik moet hem even lezen. En de boer, hij ploegde voor echt. Ja. Oh, ik wil er even zien. Oh, mooi toch? Trek er ook een beetje scheef. Ja, jammer dat het niet echt nog schever is, maar trekker is wel scheef. In Vurgie? In Vurgie. Mooi, is een mooi plauw. Dat is hartstikke keurig netjes een plauw. Ja, ik heb hem gouden hersteld. Ja, keurig. De buik over rug is ook nog goed. Ja. Ik doe al meestal alleen nog gewoon eentje van de ploeg afstaan. Ja, dan kijk ik helemaal van vlak erachter lopen. Of dat alle punten leek ben met de horizon. Oh ja, ja hoor. Technisch. Nou, ik heb het idee dat topstankje even kunnen, maar... Misschien, maar ik heb niet. Loopt er ook goed op de achterste loopwiel. Hé, hey, muus. Ja, zo. Ja, hoor. Hij moet andersom wentelen. Ja, over buik over. Ja, hij moet onder hij moet met de scheren onder deur, want dan wordt hij hele balk vies. Met onze partmeter van de ploegverstelling komt er onder te zitten. Ja, en er is straks een dikke kloot. Maar gauw dat er geen vorst in de grond zit, daar valt een dikke kloot door. Ja, kobelt waar is deur. Ja, partmeter raamkoop, bro. Ja, wil ze niet. Ik weet hoe dat gaat. Jongen, ik voor in. Ik net zeggen, op een of andere manier kennen we daar de orde om een met, bro. Ja, een geestel. Nee, die ploegen moeten onder deur wentelen. Dat knal van die kloeten is niks. Oh, manje. Nee. Dat wil je niet. Nee. Green River. Goh. Wie had dat verwacht? Niemand, hè? Nou, toch nog even 16 paak. Ja, netjes. Helemaal niet slecht. Nee. Opbrengst van hier tot Jericho. 4 paak bundel, dus dan wist ook 3 bundel. Daar heen, muus. Ja, hoor. Door heeft ook op een handje van, of niet? Wat, voor die beste keer. Ja, daar heen, muus. Ja. Ik zal die. Maar welke map trappen eruit? Rikkie veel gaat eruit. Oké. En nou nog niet? Oh. Nee, dan gaan we nog eindigen. Ja, juist, dat geld nemen we hier ook naar beneden. Nee, niks. Gaat niet gebeuren. Oh, dat kan op allerlei manieren. Hè? Live it? Nee, we gaan Rikkie veel. Ik denk echt, mensen zetten hem in de reactie. Ja, oh ja, dat wil ik wel even zeggen. Zet anders hem in de reactie van, oh ja.
deze maar, please. Oh. Ja, ook al zeg je van nee, we gaan naar Ricky Phil, wij willen hierin. Of ik wil zeurs ook hierin. Ja, zo is dat. Nee, ik zal zeggen, mensen zetten ze anders even in de reactie van ja, dit is wel weer echt jullie, maar Green River, Nederlands-achtig. Hij staat, en dat vind ik ook wel een groot voordeel, hij staat gewoon in de modhub. Je kan hem, je doet de game aan, je klikt mods aan, je klikt op kaart en je klikt op die map en hij download hem en je kan hem spelen. En veel machines, mappen, vooral mappen die in een modhub staan, zijn meestal wel goed. En qua lag en foutjes en dergelijke. Dus verwacht ik dat deze map ook wel redelijk goed zal wezen. Dat is ook een voordeel van een modhub. Dus mensen anders zetten ze even met een reactie van, ah ja. Ja joh, dit is net weer wat voor jam. Maar we gaan sowieso nog één of twee afleveringen Ricky Phil doen. Die gaan we afsluiten. Ik vind dat om dat zo abrupt te eindigen. Nee. Hou ik niet van. Maar omdat Green River uit is, wil ik toch heel graag hem hier kijken. Dus ja, ik vind het leuk. Feest der herkenning. En de streammap zal binnenkort ook wel eens een keer wat anders worden. Maar dan moeten we eerst nog even wat anders op zoek. Maar dit wordt een nieuwe opnamemap. Niet al te veel geld wil ik mee beginnen. Ik wil niet met te veel geld beginnen. 2,6 miljoen is prima. We willen niet te nieuwe trackers. Een beetje oud spul. Een beetje iets te kleiner spul als dat we wend zijn op Ricky Phil. Gewoon een beetje weer back to earth-achtige machines. Gewoon leuk. Zo die Tucano is niet de dikste. Dit is een Klaas Pers. Is wel een dikke pers. Maar die... Wow. Ja? Die hebben we nog niet eerder. Ik vertel even maar aan de kijkers. Oké. Ik was net te vertellen dat we deze Klaas ook, deze pers, ja, heurt misschien niet bij ons budget op dit moment, maar we willen toch ook eens een keer wat anders zien. Aha. Nou, dat een beetje. Ja, juist. Dit is de minimap, trek ik ook nog helemaal omhoog. Nou, in principe heel veel bekend spul, eigenlijk. Heel bekend, hè? Maar, dat zei ik ook net. Ik denk dat een modhub map, hè, die je in de game kan downloaden, dat die redelijk vrij ben van problemen. Ja. En dat is wel een groot voordeel natuurlijk, hè? En dit past aan de staande map, hè? Ook dat, maar ja, die moet wel even geconfronteerd worden even naar FS19, hè? Dus dat dat klopt. Wat is hier op de weg gebeurd, by the way? Hier staan allemaal auto's. De werker moet het zich omdraaien, hè? Kijk. Oh, die reed hem over de weg, hè? Worm pakte deze. Ja, zeg maar. Zeg, doe er maar vandaag. Ja, ting. Ja, ik zie ze. Consuela. Consuela. Morgenmiddag is Sinterklaas in toch? Oh. Onze grote vriend. Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. 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 Ben de Zwarte Piet niet grote gaast of ben het Vroedveeg Piet? Ik hoop Zwarte Piet. Ja, maar OB als een roetveeg Piet, jongen. Ik slaap. Klein man. Echt nou, me. Wij moeten nog de chandeer dealen. Wat nou? Die topstang is hartstikke lekker, alsof er geen manchette in zit. Oh nee. Echt? Heb ik nou zo tegen hem side? Ik zei, er moet een K3 tussen. Ja, maar die manchette. Ik weet niet. Ben ze vergeten? Nee. Ben ze vergeten te montaaien? Want te jaaien? Ja. Dit is een Fiat. Heb precies hetzelfde motorblok en die chandeer. Hoe dan? Ja? Ja, die klinkt hetzelfde. Oh. Oine op oine. Dat ken hij. Er zit gewoon een Fiat in die chandeer. En worden wij zoort? In ding. Word is ding. Onder. Gewoon onder ding. Onder afdak. Hebben we hier een soort bunker? Nee, denk ik niet. Okay. Och, we zullen nog steeds die... ben ik helemaal vergeten. Wat zoals? Nou, er is een Emu's buurtbus gemaakt voor ons. Oh ja. Zo, dit is een pen dat ik ben gemaakt voor de Legend. Die penners. Ja. Kist ook wat soort in deze bak geworden? Vast wel. Zo houden we de gelijk weer wat in. Dat kan toch? Of niet? Koolzoor.
Maar oh, nee, zonder lampjes. Ik ken dat er gelijk niet in voor. Nee. Ik moet eerst zoeren, anders kent het niet. Nee, klopt. Kerst doen wat zakjes zoeren boom. En met een keeper, straks. Kiebers. En met keepers. Wacht, zal ik er even mijn silo thuis in hè? Ja, doe maar dat. Dan kan ik even. Doe ik even. Waar moet ik dan heen zijn? Hier bij de koeien? Mooi eigenlijk hier op de ruimte. Word ik er zo bekend. Oh hier. Ik wacht. Hier een derde kampje kent wel. Nee, die silo's. Let op, hè? Ja? Kijk eens. Kom eens. Kom eens. Zo. En, bakje dicht doen. Wat hebben wij het meeste belang beheerst? Te zijn. Gras. Gras? Gras. Moet ik hier gras in zijn? Bij huis? Wel best. Ja, bij huis. Dat, ja, hier was te zijn. Nee, wel best. Ja, ja hier in Noorse boerderij. Ah, met die steier. Ja! Ik heb geen andere dikke trekker met frontref. Jongen, alle. Wat moet hierin? Hij heeft geen stak meer over voor hier de woliek. wat moet erin? Wat moet erin? Ik doe maar gras, denk ik. Oké. Okay. Dit het. Hij doet. 3 kilometer. Dacht dan heeft er dat die ploeg een beetje opdreugd is. Kunnen er maar ook beter overheen komen. Het moet ook allemaal drek met die. Zo moet dat. 3 kilometer per stunde. Oh, nee. Ja, hij had geen grip doen. Ik zal die vuurlood een beetje voorover doen, man. Dat moest je van de wagen afzetten. Oh, ja. En dat tilde er ook 3 keer op. Maar eigenlijk ze hebben gewichtje voor in de vuurlood erin. Hij hol alleen maar een mooie vattrekker of zo op te zijn. Maar dit is verkrachten van die steien. 4 meter. Dat wil ik niet. Dit doet zeer. En die feestnoor die was al niet zo sterk. Hij kwam toch wel wat weer. Zonder aan koken weet. Nou een half nog 40 meter. Hij mij kan zijn kracht wel kwijt. Mind je. Het brandt een beetje schoon. Goed voor de inloop. Ja, dat is wel maar. Oh, hij echt mooi, hij staat bij plakken stil. Ja. Zitten er zulke harde stukken hier in het laad. Ja jongen, ik had een op. Waarop? Goeie kind. Ja, maar ik heb ook die wiel en die woelerkers. Ja, maar is de woeler er niet bij tussen, hoop ik, nee. Nee. Maar dat is gewoon niet... Van die woelertjes. Zo blijft Ploeg misschien hem wel voor. Ja, nou daarom. Het die John Deere ook voor ons hef? Ja, toch? Ja. Zeker, daar hebben we die combi ook wel aan, had, ja. Oh ja, kan die steier niet Ploeg? Oh, dat denk ik niet. Denk niet. Nee. Hij is nog steeds niet over elkaar. Nee, hij is nog bezig. Oh, hij staat stil. Nee. Nee, 1 kilometer. Hoe gaat die trekken met die zaaimachine? Hier de baan, Consuela. Jij stappen. Waar ga je die heen? Ja, ik denk in 1 keer, waar zit die nou? Ja, die kan er zo beter overheen in het maar kijk. Dit helpt niet eens. Nee, dat ga ik ook wel zeggen. Waarom zegt dat dan niet? Ik heb al gezegd. Oh. Ik heb al gezegd dat die trekker te licht is voor dat setje. Leuk! Wat is hier gebeurd? Heb ik 2 van die Duitsen gekocht? Duitsen? Ja. Hoe kan dat nou in de liefde der. Oh, hij zit er niet alweer in. Oh, er zijn mijn furlot. Dan ga je door met zijn? Ja. Front even. Ja, oh ja, dat ben ik. Die was goedkoop. Nee, dat vind ik mooi. Oud spul. Hij giert alleen nog in die bak. Ja, dat hebben ze altijd bij 10.000 euro meer.
Oh, deze, ja, deze lekt ook de trompet voor. Ja, zal wel. Dan moet die combine over het gezaaide omdraaien. Ah, maar dit zaad is nog niet boven. Nee, maar dat is voor die structuur van die grond natuurlijk niet. Niet goed, hè? Niet gunstig, hè? Nee, joh. Gossiterie. Ach! Die Duits gaat ook aan het doen. Echt? 8-9 km/u. Ah, dat is beter. Dat is goed. Hij heeft maar weinig toe in een baar kwam. Ja, ik kan dat daar een keer van fiets bij me opkomen. Een slipper, die vier wielen erin in koppeling doet niet. Zie je dat? Die houden de hele die deur, die houden vuur. Ja. Maar in een ronde. In een ronde. En is hij dat... slipt achter veel te veel. Kun ik met erin? Nee. Ik wil het niet met hem, de hok is al veel te klein. Wat is die ploegtrekker? Die is in de wereld. Die draait zich om, net die weer. Die dashboard is ook een stuk. Hij geeft geen motor toe, ook dynamo zo een stuk, weet ik. Zo kent, maar dat hindert niks. Dat is met die dingen, zo wat ze kunnen doen, dat doen ze. Ja. En wel moet... niet te veel eisen aan. Nee. Oké, dit is side. Wat doen we, een pokoedisch kopen? Koud hier. Ja? Ja. Hier, misschien. Ja. Ja. Gewoon zwarten of zwart-witten? Zwart-witten, hè. Holsteiners. Ja. Hoeveel eerst hebben? 50. Ze lappen er. 125.000 aan IV. En ja. 10.000 euro aan fosfaat wat er verdampt is. Ja, zeggen ze. Ja, ammoniak. Het dampt hier ook helemaal blauw van ammoniak. Nou, mooi. Mooi, hè? Stro. Kunnen we die pakken? Gewoon los in de stal smidden? Word ik die staaien? Met die vuurwoorden. Ik stuur naar vuurwoorden. Ja, gewoon bij daar. Ja, nee, hij kan niet doen, schiet maar deel, pak wel naar en zo. Ah, echt. Zo komt doe het over, zo franterig. Zo komt het over. Zo, doe niet zo franterig. Franterige bok. Ik wil alles netjes in de schuur en dit en dat. Ik was die Duits aan het proberen, ja. Boven de bal eerst gegeven. Ik was die Duits aan het proberen, ja, Redond. Waarom? Waarom kan ik maar één pak tegelijk pakken? Schiet echt. Niet doen! Ik denk ik net ook al. Dus even kijken op die pak. Bliksem, doe iets meer op de tong. Pak hem hier en het lekker. Even zien. Nou ja, maar weer strooploos op die. Door toch, hè? Gooi hem eens over de roosters heen, hè. Waarom zit hier dan voor zo'n trigger? Oh, ik kies speelboom. Ja, dat was door. Maar wat voor voel mengboom wil stem? Menno. Oh ja, tuurlijk. Oh, dit skiet op je. Hoogst je ook nog op of nee, we stappen maar eerst maar. Ja, we stappen maar eerst maar. Ik leg allemaal in elkaar, hè. De volgende keer. Ik zou even kijken op ten of dat ook goed side is. En anders dan moet ik... Oh, wat doe ik nou weer? Verkeerde knop. Nou, doen we een kopbakker zelf even. Ja, nee, maar ik wil zien of er wel gras in komt. Ja, overal is wel gezaaid, hè. Dus dat komt wel goed. Aan het groeien. Ja, daarom. Nog niet bij mij, maar hoe een kummers streuren hem. Stikster. Stikster streuren. Stikster. Nou, we hebben balden een beetje op bril. Mm-hmm. Hoor je mij? Nou, dit is gewoon wat doen, niet? Ja. Mooi toch? Gaan we doen. Beetje anders. Beetje nieuw beeldmateriaal. Ja. 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 Toch bekend en toch wel nieuwe structuren. Structuren. En ik kan op allerlei manieren. Ja. Het is bijna weer Sinterklaas. Sinterklaas. Nou, Peet, dat is doen we zo. Later. Yo. Zal ik jou even bieten? Zal ik even. Oh, wacht even, man. Ja, eerst even.
Yo. 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 Yo.